Gurve Gaur Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmnitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah Tasmai Shri Gurve Namah Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sisimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Dinamine Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradayane Saramangal Rupaya Sarvananda Vidayane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasudevi Sri Gaur Bhaktavrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Ram Ram, Namaskar, van harte welkom. Vandaag gaan we met het tweede deel, Sadhu, Vaishnava, of wel eens zuivere toegewijde. Wie is Sadguru? De Guru Tattva gaan we behandelen. En we gaan kijken hoe dit menselijk lichaam zo zeldzaam en belangrijk is. In de vorige video hebben we behandeld Guru Tattva. Tasmat Gurum Prapadjena Jigyasu Sriyam Uttamam Chabda Parecha Nishnatam Brahma Upasa Sriyam. Drie belangrijke voorwaarden was voor zo'n guru, die we Sadguru noemen. 1. Hij heeft de volledige conclusie van de Vedische geschriften eigen gemaakt. En hij weet en kent de geschriften. Ja, dat is dan Shabda Brahm. Hij heeft de Shabda Brahm gerealiseerd. En daarnaast, de tweede voorwaarde, hij heeft de Parbrahm gerealiseerd. De absolute waarheid, Swayam Bhagwan. En de derde is, hij is niet gehecht aan de materiële creatie. Duidelijk. Nu gaan we een stapje verder. En de tweede vers die we ook behandeld hebben, vandaag gaan we iets dieper in. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vegam, udarupasta vegam. Etan vegan yo vishasheta dhira sarvam apimam prithvim cha sa sishyat. Dus, want in de eerste vers hebben we gezien dat hij moet ook onthecht zijn van de materiële elementen of van de materiële creatie. Hij moet niet gehecht zijn. En dan wordt hier in deze vers verteld, Vacho Vegam, Vacho, hij moet onthecht zijn van zijn woorden. Vacho Vegam, hij moet zijn woorden kunnen controleren, hoe hij spreekt, wat hij spreekt. Manasa Krodha Vegam, manasa betekent zijn geest onder controle hebben. Dus zijn woorden onder controle hebben, zijn geest onder controle hebben en zijn woede onder controle hebben. Dat is ook een van de voorwaarden van zijn Sadguru. En Jiva Vegam. En zijn Jiva. Jiva betekent zijn tong onder controle hebben. Tong wil altijd twee dingen: praten en proeven. Zo proeven van de goede dingen. En ook Jiva. Hè? Die is geneigd om ook te praten en te roddelen. Dus dat moet hij ook onder controle hebben. Udar upasta vegam. Dat betekent, hij moet ook zijn maag onder controle hebben.
niet hier en daar overal willen eten, hè, zoals wij zien dat mensen ongeacht overal willen gaan eten en van alles eten. Hm? En dan, als hij wordt gezegd ook, etan vegam so vishaset, vish hitte, dhira betekent een wijze. Dus hier wordt niet gesproken over een intelligente persoon, maar het wordt gesproken over een wijze persoon die het gerealiseerde geschriften, ja, en Bhagwan heeft gerealiseerd. Hij kan persoonlijk aanschouwen, zoals Vedavyasa heeft dat aanschouwd, persoonlijk. En hij ook onthecht is van materiële aspecten. En hier in deze vers wordt duidelijk gemaakt. En zo'n wijze heeft het recht om de gehele wereld zijn discipel te maken. Dus dat zijn de voorwaarden van zo'n Sadguru. En we moeten niet vergeten dat deze persoonlijkheden niet verschillen van Bhagwan zijn. Hoe moeten we dat vatten? Ja, Sri Krishna Bhagwan legt aan Uddhav dat de Acharya of Sri Guru niet verschillend is van zijn vorm. Van hem. En hij staat hier, Acharyam mam vijaniyam navamanyeta karhichit namartya buddhi asuyeta sarva deva mayo gurum. O Uddhav, weet dat deze acharya zo goed is als mijzelf. Hij is mijn swaroop of mijn expansie. Men zal nooit geen enkel tijden afgunstig moeten zijn of disrespectvol bejegen. Een guru is niet zomaar een materiële gebonden ziel. Hij dient geacht te worden zonder fouten. Hij is fouteloos. Want hij is de totaal van de deutas. Want, we reciteren toch? Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Shakshat Parbrahma, Tasmai Sri Gurve Namaha, Tasmai Sri Gurve Namaha. De Sri Guru heeft geen fouten. Men kan geen fouten in ze vinden. En welke fouten zijn dat? Bram, Pramaat, Vipralipsa, Karana Patava, Arsa Vijjana, Vakya Nahi Dos Esab. Dus deze doos, deze fouten zitten niet in de Guru en ook niet in de geschriften. Zo, Brahm betekent het maken van fouten. En welke fouten is wat wij mensen maken? Dat wij ons lichaam identificeren met onszelf. En dat is Brahm. Pramaat is illusie. Wat is illusie? Illusie betekent iets aanschouwen en denken dat het iets anders is. Zoals, bijvoorbeeld, men loopt in het woestijn, in de verte ziet men water. Maar als men dichtbij komt, is het water gewoon zand. Is illusie, is fata morgana. Ik heb wel eens als ik bij verkeerslichten sta, ja toch? Je staat op je rem en de auto die naast jou beweegt. Dan lijkt alsof je eigen auto ook beweegt. Dat is ook een illusie.
En ook als je op een brug staat dat over water is en je kijkt naar de hemel en de wolken. En dat wolken bewegen natuurlijk en je denkt, oh, de brug beweegt ook. Dat zijn allemaal illusie. Pramaat. En pramaat betekent ook een gekte. Gekte betekent een soort ziekte dat wij mensen hebben om ons te identificeren met de illusie van dit is mijn familie, dit is mijn land, dit is mijn cultuur, etcetera, etcetera. En vipra lipsa. Wat betekent dat? Dat betekent geneigd zijn om anderen te bedriegen. Dus eigen belang om gelukkig, omdat we fouten maken en illusie zitten en ongelukkig worden. Dus wat gaan we doen? Om gelukkig te worden gaan we anderen bedriegen, bestelen, zelf vermoorden. Ja? Dus wipperlipse. En karen apetouwen, dat betekent dat onze zintuigen niet perfect zijn. Imperfecte zintuigen, want we zien dingen en we horen dingen en we denken dat het over ons gaat. Soms zie je wel eens een jongen en een meisje lopen en dan denk je, zijn vriend en vriendin. We kunnen ook net zo goed broer en zus zijn. Nu gaan we kijken en behandelen waarom het menselijke lichaam zo belangrijk is. Labdhava sudurlabham idam bahu sambhavante manushyam arthadam anityam apihadhera turnam yateta napatet anumirtyum yavan nisriyaya sa Vishaya kalo sarvata sayat. Het menselijke lichaam is zeldzaam. Maar hier wordt gezegd labdhava sudurlava. Dit is niet zeldzaam, maar zeer zeldzaam. Dus het menselijke lichaam is zeer zeldzaam. Na meerdere levens krijgt men deze menselijke lichaam. En in deze menselijke lichaam kunnen we de hoogste profijt behalen naar het spirituele platform. Maar wie gaat ons begeleiden? Om dit te kunnen vatten van waarom dit menselijke lichaam zo belangrijk is. En omdat deze menselijke lichaam zo zeldzaam is, zeer zeldzaam is, is het belangrijk om ons doel te bereiken en het gebruik te maken van het menselijke lichaam en onze zintuigen en proberen een intelligente persoon of wijze te benaderen zonder tijd te verspillen van het moment dat wij beseffen wat onze goed fortuin is voordat we doodgaan. Nu gaan we kijken waarom deze sadhu sangha zo belangrijk is om Krishna bhakti of Bhagwan bhakti te cultiveren. Dan gaan we kijken hoe dat ziel zich evalueert van bewustzijn. Allereerst moeten we weten hoeveel levende vormen er bestaan. Nou, kunnen we dat zelf onderzoeken? Nee. Zijn dat geschreven in de geschriften? Ja. Er wordt gezegd dat het 8.400.000 verschillende levensvormen bestaan. Dat gaat over de spirituele ziel die zich transformeert van de ene lichaam naar een ander lichaam. Dus de spirituele ziel in deze materiële wereld is bedekt met een materiële lichaam. We hebben meerdere lichamen, daar gaan we later op inkomen, maar nu praten we over algemeen.
Dus een spirituele ziel zit in deze wereld bedekt met een materieel lichaam. Door misidentificatie met het lichaam zoekt het geluk voor zijn lichaam en geest. Door gehechtheden hieruit ontstaat aan de tijdelijke objecten in deze wereld, leidt hij levend wezen keer op keer en hij leidt keer op keer door het zoeken van zijn geluk door wat? Door zijn zintuigen en zijn man. Man kan ik hijken, man kan ik pieken, man kan ik jajken, man kan ik karikken. Dus met een man, met onze geest zijn we continu bezig. En wat gaan we doen? Samen met de geest, met onze zintuigen gaan we op zoek naar geluk. In deze materiële creatie met de vier tekortkomingen. 1. Vergissing, illusie, geneigd zijn om anderen te bedriegen en imperfecte zintuigen. Dat totaal gaan we op zoek naar geluk. Maar, wat zegt de Bhagavad Gita hierover? ...2.13 over het lichaam. Dehino smin yata deha komaram yavana yara tatha dehantara praptir dhirastatra namoyate. Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam geleidelijk van kinderjaren overgaat naar jeugd en ouderdom, zo gaat ze bij de dood naar een ander lichaam over. Een zelfverwerkte ziel raakt door zo'n verandering niet uit zijn of haar evenwicht. Dus een zelfverwerkte ziel betekent iemand die bewust is van het lichaam en de ziel. Die raakt niet verstoord. Maar hoeveel procent van de mensen zijn dat? Heel weinig. Zelfgelovige mensen raken in de war als iemand doodgaat. Ja toch? Want het is hun dierbaar, denken ze. Maar ze hebben geen bewust over deze kennis van de Chaurasi Lakh Yoni, 8.400.000 verschillende levensvormen. En deze levensvormen bevinden waar? 900.000 Naulak Jalajar, dat is in water, levensvormen in water. Bislak, dat is dan 2 miljoen niet bewegelijke levensvormen zoals bomen, planten en gesteenten. Denk aan bergen. Ja, die hebben ook levende wezens. En dan hebben we 1 miljoen en 100.000 verschillende soorten insecten. 1 miljoen soorten verschillende vogels. 3 miljoen soorten viervoetige diersoorten. En ja hoor. Charlak Manusjoni. 400.000 verschillende menselijke levensvormen. In deze verschillende levensvormen verhuist de ziel van lichaam naar lichaam. Alleen in het menselijk lichaam is de geconditioneerde ziel in staat zich af te vragen wat het doel van het leven is. Wie ben ik werkelijk? Waar kom ik vandaan? Wie of wat is God? Andere levensvormen zijn niet in staat om zich met deze belangrijke vragen bezig te houden. Andere levensvormen zijn niet in staat om zich met deze belangrijke vragen bezig te houden. Ze hebben lager bewustzijn. De Veda's spreken over 5 niveaus van bewustzijn in deze materiële schepping. Dus we hebben ook over bewustzijn. Niet alleen maar levensvormen, maar ook bewustzijn. En dan gaan we deze 5 bewustzijn behandelen, zodat we weten waarom de ene wel godbewust is en ander niet. En op welke niveau bevinden hun zich. Dus de 5 niveaus van bewustzijn, het gaat niet over intelligentie, maar bewustzijn. Het
gaat over achatita cheten, sankuchita cheten, mukulita cheten, vikasita cheten en purna vikasita cheten. Nou, achatita cheten, volledig bedekt bewustzijn. Dus bewustzijn is bedekt. Dus we gaan nu hebben over de bewustzijn, niet over de intelligentie. Achatita cheten, volledig bedekt bewustzijn. Dit zijn zielen in de lichaamsvormen van of als bomen, planten en gesteente. Denk aan bergen. Dus is in een zaadvorm. Dat is beknopt helemaal. Ja? Volledig bedekt is het, die bewustzijn. En het tweede is sankuchita cheten. Cheten is het woord cheten, komt van chaitanya, bewustzijn. Cheten of chaitanya, ja. Zeer beknopte bewustzijn. Zielen in dierlijke levensvormen. Hun bewustzijn is meer open dan de vorige groep. Juist, dus verschil is daar van planten en dieren. Daarom zie je mensen die geen dieren eten, maar wel planten. Omdat planten hebben een ander bewustzijn. Daar is geen zonde aanwezig. Misschien weinig, want het is volledig bedekte bewustzijn. Deze zielen voelen niks op dat moment. Maar bij de tweede bewustzijn, sankuchita cheten, dat zijn zielen die wel een beetje open zijn. Want ze eten, slapen, bewegen zich vrij en hebben ook ruzies met elkaar. Met anderen over dingen die ze beschouwen als hun bezit. Denk aan het territorium van een dier. Een dier bewakend zijn eigen territorium. En als iemand daar komt, gaat die aanvallen. En dat doet mensen ook aanvallen. Ze hebben ook territorium, ja toch? Dus ze hebben twee groepen gehad van bewustzijn. De derde, en daarom in deze bewustzijn van de sankuchita cheten, bewustzijn, dieren zijn bewust. Niet helemaal, maar ze zijn wel bewust. Dus als je ze doodt om op te eten, dan doe je zonde, is paap. En dan word je gestraft. Al geloof je niet in actie, reactie, wet van karma. Je wordt gewoon gestraft. En dan komen we naar mukulita cheten, licht ontwakend bewustzijn. Dus licht ontwakend bewustzijn, ontwaakt een beetje. Zielen in een menselijke lichaam. Dus hier, in deze fase, zien we dan het menselijke lichaam op de laagste niveau van bewustzijn. Hè? Dan, menselijk lichaam die bewust of onbewust atheïst zijn. Dus als iemand jou vraagt of je zelf onderzoekt, atheïsten, waarom geloven ze niet in God? Nou, wat is hun bewustzijn? Ze zijn licht ontwaakt. Niet dat ze dom zijn, nee, ze zijn intelligente mensen hoor. Maar zijn bewustzijn is licht ontwaakt. Wat doen ze? Ze zijn wel atheïst, maar ze zijn bezig in bijvoorbeeld Rode Kruis, Leger des Heils, grenzen zonder, artsen zonder grenzen. Ze kunnen wel bloed doneren, ze kunnen weeshuizen maken, ze kunnen bejaardenhuizen maken, ze kunnen welzijn dingen doen, ja. Ze zijn moralistische mensen, maar je hebt ook in de atheïstische groep ook immoralistische mensen, die hebben scheid aan alle regels en bepalingen en alles is op ik. Ik sta op de eerste plaats, ja. Vikasita cheten. De vikasita cheten mensen zijn wat ontwikkeld in bewustzijn, morele theisten, anders was atheïsten, hè? Die waren mukulita cheten, die zijn bewust of onbewust atheïsten. Ze hebben bewust gekozen, want je ziet mensen nu tegenwoordig ook, als je ze vraagt, ben je gelovig? Ja, vroeger was ik gelovig, ik ging naar de kerk, maar omdat de pastor of priester
aanrandingen, verkrachtingen en et cetera dingen hebben gedaan. Daarom gaan we niet meer naar de kerk. Dus ze zijn bewust atheïst aan het worden. Bij Vikasi te chitten ontwikkelt bewustzijn morele teesten met geloof in, ja, in God. Dus deze mensen, groep 4 bewustzijn, die beginnen God te zoeken. En in deze bewustzijn hebben wij ook verschillende gradaties. Sommigen denken God is alleen in het mandir, of in de moskee, of in de kerk. Ja? En sommigen denken, nee, God is wel in de mandir, maar hij is ook thuis. En anderen denken wel, hij is in de mandir, hij is thuis, maar hij zit ook overal in. Hij zit ook in mij. Dus heb je verschillende gradaties van bewustzijn in deze morele teesten. En dan hebben we Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. Dan gaan we later allemaal stap voor stap behandelen. En dan heb je de vijfde niveau van bewustzijn. Dat is niet alleen Vikas, maar is Poorna Vikas. Dus volkomen in bloei gekomen, Vikas. Dus volledig bewustzijn. Zij die de zuivere liefde voor God hebben ontwikkeld. Dus degene die de zuivere liefde voor God hebben ontwikkeld, die zijn Poorna Vikasi te cheten. In hun devotionele ontwikkeling hebben ze de swaroop van de ziel, de spirituele lichaam, gerealiseerd en hun eeuwige relatie met Bhagwan. Zo, iedere jiu, die is de dienaar van Bhagwan. En als we op deze niveau komen, dan gaan we onze swaroop, de echte relatie wat we met Bhagwan hebben, gaan we dat waarnemen. Dus die ga je niet van iemand krijgen, maar die is in je swaroop, maar dat moet manifesteren. Totdat die niet manifesteert, kunnen we dat niet waarnemen. Nou, nu weten wij waarom het menselijk lichaam zo belangrijk is. Uit de vers. Labdhava sudurlabham idam bahu sambhavante manushyam artadam anityam apedhera turnam yatetana patet anumirtyum yavan Nishriyasya vishaye kalo sarvata syat. Dus menselijke lichaam is zeer zeldzaam. Dat hebben we gezien uit deze vijf niveau van bewustzijn. En de 8.400.000 soorten lichamen die wij bewandelen. Totdat we in de menselijk lichaam komen. En in het menselijke lichaam hebben we 400.000 soorten lichamen. Dat zijn lichaamsoorten op aarde. Maar dan heb je ook op de lagere planeet, zoals de helse planeet. Dat is ook menselijke lichamen van andere formatie. En ook op de hemelse planeten. Daar hebben we ook de menselijke lichamen. In totaal is het 400.000 soorten lichamen in deze creatie, in deze Brahmaan. En wat wordt gezegd? Wat moeten we doen om ons daar op de vijfde niveau te plaatsen? Want we hebben angst, ja toch? Bhai hebben wij. En welke bhai hebben wij? Dat we oud worden, ziek worden, ja, verwaarloosd worden. Mensen zijn eenzaam. In het land leven zoveel miljoenen mensen. Ieder dag komen mensen bij. En onze jongeren, die hebben problemen. Ze hebben eenzaamheid, psychische problemen. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze hebben geen raad. Ze weten niet bij wie ze moeten melden. En als ze bij deskundigen gaan, dan deskundige is niet ook zo bevoegd om hun te helpen. Of ze worden op de wachtlijst geplaatst. Dus, en we zien jongeren zijn zo dwaas in zijn doen en laten. Dat ze bijvoorbeeld alcohol, drugs gebruiken en gaan naar een disco. Of waar heel hard muziek gespeeld wordt, waardoor ze doof worden. Maar toch gaan ze daar. En ze weten het is slecht, maar toch doen ze dat. Ja toch? En wat wordt hier gezegd? Bhajohure mana srinandanandana abhayacharanara
विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधुरे तारे भव सिंधुरे. Wat staat hier in deze vers? Zo, omdat we deze menselijk lichaam hebben, en het is zeer zeldzaam, daarvoor is het zeer belangrijk om je te associëren met zuivere, toegewijden, sadhus. En als je sadhus dan wat doet, wat gebeurt er? Dan ga je ontstijgen van de geboorte en dood. Dullabha manava satsanga en janama satsanga. Dus janama van satsanga is zo dullabha ook, zeldzaam, want niet iedereen kan in sadhusanga komen. Want je moet op een bepaalde niveau van bewustzijn zitten om sadhusanga te mogen doen. En dat wordt gezegd, tare bhava sindhu. Bhava sindhu betekent deze oceaan van leed, verdriet, ouderdom en dood. En dan wordt hier gezegd, wat gebeurt er? Waarom zijn we gehecht aan dit lichaam en de bijproducten? En dat gaat in de volgende zin. Idhana yovana, idhan, dhan, rijkdom. Yovana, goed uitziende personen of jij, jeugdige lichaam. En dan putra, putra betekent zonen, kinderen. Parijan, parijan betekent familieleden. Iti ki acha para titire. En omdat we ze gehecht zijn aan rijkdom, jeugdige lichaam, mooie aantrekkelijke lichaam, zoon, kinderen, ja, familieleden. En we denken dat we hier geluk vinden, maar dit is een tijdelijk geluk. En welke tijdelijk geluk is het? Wat voor tijdelijk geluk? Zoals Kamala dala jala jivana tala mala. Dus kamal, kamal betekent bloem. Ja toch? Lotusbloem. Dala jala. En op die lotusbloem zit een druppeltje water. En deze druppeltje water die door de zon verdampt en is het vernietigd. En zo is het lichaam en het tijdelijke leven in deze menselijke lichaam. Tijdelijk is en het wordt vernietigd in no time. En dat wordt gezegd hier, daarom, omdat het zo snel vernietigd wordt, is het zeker belangrijk om jouw lichaam te benutten om wat te doen, om Hari Bhajan. En dan is het Bhajo Re Mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare Dulabha Manava Janama Satsange Tare Bhava Sindhure Bhajo Hari Pada Nitire. So Bhajo Hari Pada Niti, altijd de lotusvoeten van de Heer heugen. Hoeft niet alleen de lotusvoeten, maar zijn verhaal, zijn harikatha, zijn nectar. Daarom is Ramchandra, Krishna Bhagwan op aarde geweest om zijn spellenvermaak te verkondigen, zodat wij gebonden zielen kunnen horen en ons ontstijgen van de gebonden bewustzijn. Zo, Bhajoreman, als we dit doen, dan zien we het verhaal van Bhakpalat. Want hij is ook sadhu. Wat leert hij ons? Hij vertelt aan de zonen van de demonen. Van jongens, kom, stop met spelen en spelletjes doen. Gamen, appen, whatsappen, noem maar op. En gokken, en drugs gebruiken, disco gaan. Nee, stop daarmee. Waarom, zeiden ze, ja, waarom moeten we stoppen? We zijn jong, we moeten genieten. Er wordt gezegd, we leven maar één keer, dus enjoy each moment of life.
Ja, dat is demonische gedachte. Enjoy each moment of life. Ja, met drugs, alcohol, sigaret. En dan klagen wij, er zijn zoveel mensen die kanker hebben, die gaan dood. Ja toch, dat klagen wij. Wat zegt hier Palat Maharaj daarover? Kumare acharat pragyo dharmam bhagavataniha dullabham manushya janma tadapi ardhuvan arthadam. O vrienden, luister. Hij zegt niet demonische zonen. Hij zegt, o vrienden, luister alsjeblieft. Deze menselijke lichaam is zeldzaam. Probeer Hari Pada Niti te doen. En wanneer in zo'n jonge, bewuste lichaam, zo jong mogelijk, zo snel mogelijk. En daarom zie je veel mensen die kinderen al op een jonge leeftijd al godbewust maken. Anderen beweren, nee, je moet ze niet dwingen, want je dwingt ze. Want ze kunnen niet, ze hebben geen vrije wil om dat te doen. Maar lieve mensen, de vrije wil is daar altijd. Jij als vader en moeder zijn verantwoordelijk om de opvoeding te geven tot ze dat tot 18 jaar zijn en daarna moet je ze vrij laten. Je moet een fundering geven aan de kinderen. Niet opleggen, maar wel dat bewustzijn laten meedoen. En als ze later 16, 18 zijn en als ze niet willen, oké, no big deal. Want het wordt niet gedwongen. Liefde is niet iets voor mensen onder dwang te geven. Liefde is vrije wil. Zo daarom zijn kumare acharit. Deze kumar betekent een jeugdige leeftijd. Dat is jongens en meisjes tussen 5 en 16 jaar kumaracharya. Dat moeten ze dan in die leeftijd al proberen. Vanaf 5 jaar moeten ze proberen godbewust te worden en bhajan te doen. Want het menselijke lichaam is zo zeldzaam. En er wordt gezegd dat deze menselijke lichaam is zo belangrijk. We moeten zeer intelligent gebruik maken om vanaf het begin van het kind, daarom hebben we zoveel sanskaar, dat we zoveel sanskaar doen bij de geboorte al, naam sanskaar, munden sanskaar, chatti sanskaar, ze hebben zoveel janeo sanskaar. Ja, het zijn zoveel samskaars die daar is in de Sanatana Dharma, maar tegenwoordig wordt er niet aan toegevoegd. Dat zijn wel bonuspunten voor het ziel. Zo Palat Maharaj laat ons zien dat we moeten in het begin van het leven al proberen de kinderen zodanig op te voeden dat ze God bewust worden en de pad van Dharma volgen. En niet verspillen in andere dingen. Want het menselijke lichaam is zo belangrijk. Dat hebben we gezien hier in deze vers. Kamala dala jala jivana talamala. Jivan is zo vernietigd, is geweest. Voordat je weet is het. Dood is daar. En dan gaan we zeggen Ramanaam Satyaha. Ja toch? Dan is afgelopen. Zo. Het is heel belangrijk om te weten en te beseffen dat zo'n Sadguru zeer belangrijk is in je leven. Want zonder hun kunnen wij alleen maar dit doen. En dat is zoals de dieren doen. Eten, slapen, paren en verdedigen. Want meer weten ze niet. Ze hoeven niet naar de universiteit te gaan, toch? Om te leren hoe ze moeten eten. En verdedigen en paren. Ja? En slapen. Zo, hier is ook een vers die het verschil maakt in de context van waarom een dier niet vraagt wie ben ik, waar vandaan kom ik, waar ga ik naartoe, is er koffie naar dood? Dat doet er niet. Dus hier wordt gezegd: Ahara nidra bhai maitunim cham. Samaneyam etapasurbhi naranam.
Dus haar eten, nidra slapen, bij angst, maar seks, paren, zijn gelijk. En hier kunnen we zien dat de dieren ook een ziel hebben. Want ze doen dezelfde dingen als mensen. Ja toch? We hebben ook gezien in het bewustzijn dat ze ook deze zielen aanwezig zijn. Sommige mensen denken, ja, de dieren hebben geen ziel en daarom doden ze om te eten. Zoals hier wordt gezegd in de volgende zin. Dharmo hi tesham adhiko visesho. Dharma is zo belangrijk. Dharma hina pasubhi saman. Als het dharma niet aanwezig is, de verantwoordelijkheden niet aanwezig is, dan zijn we net als dieren die eten, slapen, paren en verdedigen. Zo wat doen mensen in zijn algemeen? Eten, slapen, paren en verdedigen. Zo, daarom moeten we weten wat belangrijk is, wat Shriya is en wat Priya is. En de mens moet weten wat Shriya is. Priya is wat jouw zintuigen willen hebben. En Shriya is wat voor anderen en voor de samenleving belangrijk is. Zo, Shriya en Priya hebben we al behandeld. We hebben al gezien waarom zo'n guru belangrijk is in je leven. Hij is degene die ons deze kennis kan geven. En waardoor wij deze kennis kunnen cultiveren en ons eigen maken. En onze bewustzijn op dat niveau brengen. Zodat wij God bewust en de swaroop kunnen realiseren. Dus de purna vikasita cheten, dat is volledig bloei van de bloem, daar waar het nectar aanwezig is en ook de bijen komen de nectar verzamelen. En zo'n sadguru als die is, dan is hij ook omringd door zielen die het nectar willen proeven. En het nectar is harikatha. En die harikatha is dat medicijn waardoor onze onwetendheid, kaam, krood, loob, mo, mat en matsarya wordt vernietigd. Ik wil vandaag hierbij laten. We hebben gesproken over guru tattva. Waarom die guru belangrijk is in je leven. Dat die onthecht is van alles. Dat hij die vier fouten niet in zich heeft, wat wij wel hebben. Fouten maken, in illusie raken, geneigd zijn anderen te bedriegen en imperfecte zintuigen hebben. En daarom moeten we Sadhguru niet zien als een normale mens, wat wij en jij zijn. Ze zijn op een hoger bewustzijn, ze komen van hogere bewustzijn en ze dalen naar beneden om ons te begeleiden. Want Bhagwan zegt, Acharya Mami Janate, kende Acharya mij, Hari Tattvena. Dan gaan we dan volgende keer weer verder over Guru Tattva. Ik wil jullie bedanken voor jullie geduld. Hare Krishna, Ram Ram, Namaskar. Geef een feedback als je denkt dat het niet goed is of wel goed is. En als jij vindt dat we een bepaald thema moeten behandelen, dan hoor ik het ook. Wees gezegend, Hare Krishna, Hare Bol.